In augustus doen Maureen Koster en Femke Pluim mee aan de Olympische Spelen. Maar voor het zover is, komen beide atletes eerst nog in actie op de Europese kampioenschappen atletiek. En die zijn volgende week in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal zijn. Ik heb het Olympisch Stadion nog nooit vol gezien. En dan zal het gewoon vol zitten met allemaal Nederlandse supporters, vrienden en familie. Dus ik hoop dat een extra boost gaat geven, ja. De 23-jarige Boskoopse mag op twee afstanden in actie komen op het EK. Namelijk op de 1500 en de 5000 meter. Ze kiest heel bewust voor de 5 kilometer. Op de mijl komt namelijk deze Sivan Hassan in actie. En zij is op dit moment beter dan Koster. En op die andere afstand, de 5000 meter, ziet Koster serieuze mogelijkheden om goud te veroveren. Omdat ik denk dat ik met mijn snelheid van de 1500 meter toch wel een goede kans maak. En ja, kijk, goud in Nederland is natuurlijk het ultieme op een EK in eigen land. Vorig jaar pakte Koster brons op het EK indoor. En dit jaar werd ze vierde op het WK indoor. Als het uiteindelijk zilver brons wordt, is ook prima. Maar ja, ik ga gewoon voor het hoogste natuurlijk. Ik ga niet mezelf grenzen opleggen. Ik denk gewoon dat ik dat kan halen. Ook Femke Pluim van het Alphense AAV 36 is van de partij. De nationaal recordhoudster polstok hoogspringen haast in het Olympisch Stadion op een finale plaats. Met een nieuw PR zou ik toch wel heel tevreden zijn. Maar je hebt altijd nog stiekem eigen doelen. Stiekem. En wat zijn die? Ja, dat is geheim. Ben je nou weer met die geheimpjes? Ja, dat is gewoon geheim. Was vorig jaar al geheim, nog steeds geheim. Is een medaille haalbaar voor jou? Ik durf wel met enige zekerheid zeggen dat wel een beetje hoog gegrepen wordt. Griekenland heeft hele goede bossenspringsters. Zwitserland iemand, Finland zitten mensen, Zweden nog. Dus er zijn wel een heel aantal echt sterke concurrenten die ik niet zomaar kan verslaan. Dus ik weet niet of dat erin zit, maar goed, je hebt altijd een kans. En als over ruim 2 weken de Europese kampioenschappen erop zitten, gaan Koster en Pluim zich voorbereiden op de Olympische Spelen. Na het EK spring ik nog een aantal wedstrijden wel. En dan gaan we al een aantal dagen van tevoren gaan we naar Portugal op voorbereidingsstage. Dan vertrekken we natuurlijk een aantal dagen voor de wedstrijd naar Rio. En dan moet het feest gaan beginnen daar.